Mink en Kinia doen voor hun studie onderzoek naar vleermuizen. Ze reizen alle kerkzolders en torens van Nederland af op zoek naar sporen van deze fladderende beesten. De katholieke kerk in Pijnaker stond ook op het lijstje en bleek prima studiemateriaal. Wij doen onderzoek naar de verspreiding van vleermuizen op kerkzolders en kerktorens in Zuid-Holland. En wij doen onze stage bij Van der Helm in Berkel en Roodreis. En in samenwerking met de zoogdiervereniging hebben zij dit onderzoek opgezet. Het onderzoek wordt in principe in meerdere provincies afgelegd. In Friesland zijn ze bezig geweest, in Utrecht en Limburg. En met deze gegevens proberen wij dus een kaart vast te stellen met waar de vleermuissoorten precies zitten in Zuid-Holland. Welke soorten waar zitten en proberen een kaart te maken. Wat hebben ze nou te zoeken in kerkzolders? Nou, in eerste instantie verblijven vleermuizen gewoon in natuurlijke verblijfplekken, zoals in holle bomen, in grotten. Maar ja, dat is de laatste eeuw, is verstedelijking best wel verantwoordelijk voor het verdwijnen van die verblijfplekken. Dus een vleermuis heeft zich gewoon aangepast in eerste instantie door gebouwen te bewonen die al eeuwenlang in het landschap zitten. En dat zijn dus kerken, die zitten al eeuwenlang in het landschap van Nederland. En die zolders die worden nauwelijks gebruikt. Er zijn makkelijke manieren om zo'n zolder in te gaan. Dus vandaar dat ze zich gedeeltelijk een aantal soorten hebben aangepast aan het leven op zolders en in torens van kerken. Vleermuizen hebben toch een iets wat spookachtig imago. Ja. Hoe komt dat? Zijn ze gevaarlijk? Ze kunnen ziektes overdragen, maar dat kan volgens mij elk dier kan wel een ziekte overdragen. Dus zo erg is het ook weer niet. In eerste instantie is het ook niet de bedoeling dat je een vleermuis gaat vastpakken of dat je het probeert te vangen of te aaien of wat dan ook. Want ze gaan gewoon van zich afbijten als ze zich bedreigd voelen. En het zijn wezens van de nacht. Het zijn beesten die 's avonds leven. En dat is toch wel, dat heeft in de jaren heen toch wel wat aardig wat vooroordelen met zich meegenomen. En daarom hebben ze dus zo'n nadelige imago. Waarom heb je gekozen om onderzoek te doen naar vleermuizen? Wat fascineert je er zo aan? Nou, in eerste instantie vind ik het gewoon echt best wel spectaculaire beesten. Het zijn zoogdieren die kunnen vliegen, die zich compleet hebben aangepast aan het leven in de nacht. En daarom voornamelijk. Er zijn zoveel soorten en er zijn zoveel varianten over de wereld te vinden van verschillende diverse soorten vleermuizen. Het zijn prachtige beesten die zich zo mooi hebben aangepast. En hoe vaak ben je hier nog te vinden in de kerk in Pijnaker? Ik woon zelf in Arnhem. Dus waarschijnlijk niet zo heel vaak. We hebben wel ontzettend mooie keutels net ontdekt. Dus wie weet dat we over een jaartje, als we weer beginnen met de kerkzoldertelling, als het weer begint, dat we dan hier weer langskomen.